Welkom bij een biocast over het maken van een staafdiagram. Maar wanneer gebruik je nou een staafdiagram, wanneer een lijndiagram en wanneer gebruik je je cirkeldiagram? Een lijndiagram gebruik je om toename of afname te laten zien. Bijvoorbeeld de groei van een plant of het aantal dieren in jouw tuin. Een staafdiagram gebruik je als je de aantallen wilt weergeven. Hoeveel kinderen in de klas hebben er een spijkerbroek aan? En als laatste, het cirkeldiagram gebruik je als je het gedeelte van het totaal wilt weergeven. Van de tabel hieronder gaan we een grafiek maken. Dan moeten we natuurlijk wat aan de y-as, dat is hier, neerzetten. En daar zetten we neer het aantal nestkasten. En het neemt toe, dus op. En dan moet hem eventjes kantelen. Het aantal nestkasten staat hier aangegeven. En dat loopt op. Dit is 2, 4, 6, 8. Aan de onderkant zetten we het aantal eieren in de nestkast. Met een pijl die kant op. En het gaat om 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 eieren. We hebben één nestkast met 5 eieren. Eentje met 3 eieren. Nog één met 3. De volgende die heeft er 5. Zes. Zeven. De volgende heeft er 3. En de laatste heeft er 2. En daarmee hebben we een mooi overzicht over de aantallen. En zo maak je een staafdiagram. Veel succes met het maken van je eigen staafdiagram.